Yes, we zijn live, we zijn live, we zijn live op deze bijzondere dag, 4 juni 2022. We zijn live en wat heb ik er ongelooflijk veel zin in. Jullie zien het niet, maar ik heb 3 schermen hier voor me, met waar allemaal dingen op gaan gebeuren en al op gebeuren. En daar ga ik jullie gewoon natuurlijk deelgenoot van maken zometeen. Goedemorgen Richard, goedemorgen Caroline, Danny, Jeroen, Snip en Snap, Jelle, Miran, Geosien, Claudia, leuk dat jullie er allemaal zijn. Claudia is onderweg naar Haarlem en meer zie ik. Dus ik hoop dat je op tijd bent, Claudia. Maar het event duurt van 10 tot 12, dus het gaat helemaal goed komen. We gaan de komende 2 uur hele gave dingen doen. We gaan namelijk live verbinding maken met 5 teamlaag landen events in Nederland en België. De eerste is in de Haarlemmermeer. We gaan contact maken met de Haarlemmermeer zometeen. We gaan contact maken met Maren. We gaan contact maken met Enschede. We gaan contact maken met Antwerpen in België. De eerste 3 waren natuurlijk in Nederland. En we gaan contact maken met Markedal. Super gaaf, super veel zin in. En we zijn natuurlijk al een tijdje aan het testen nu. En ik kan je vertellen dat we gewoon al verbinding hebben met de 5 events. We hebben al verbinding met de 5 events. En dan gaan we eens even kijken of dat allemaal lukt. Want we hebben verbinding, als het goed is, met de Haarlemmermeer. Björn en Geosien. Jazeker, waar zijn erbij. Hey, hallo, leuk dat jullie er zijn. Hey, vertel eens even. Goedemorgen. Ja, vertel eens even, waar zitten jullie precies? Wij zitten in het Haarlemmermeerse bos. En we hebben hier al een grote groep mensen bij elkaar. Ik zal even de camera omdraaien, zodat jullie zien wat ik zie. Kijk eens even hoe gezellig het hier is. Nice, kijk dan joh, mooie tent erbij. Het is al hartstikke druk bij jullie. Josien, we zijn live nu. Josien, even zwaaien. Hallo. Hallo. En ik zie mijn zus ook aan tafel. Oh, gezellig. Kijk. Ja, hey, hallo. En ik zie Jesse erachter. Oh, gezellig. En Claudia is ook al gearriveerd. Nice. Superleuk, supergezellig. Supergezellig. Dankjewel, Björn. Tot zo. Dan schuiven we eens een klein stukje op, want we gaan eens in Maren kijken. Eens even kijken. Die even stoppen. En als het goed is, zitten Eduard en Jeanette daar. Eduard en Jeanette, zijn jullie in de lucht? Eduard en Jeanette van Team Turrocatchers, zijn jullie in de lucht? Ze zijn in de lucht. Hallo. Kijk eens, daar zijn ze hoor. Daar zijn ze, hallo. Bij jullie is het ook wel gezellig. Ja, er staan genoeg mensen. Zo hé. En onder een mooie tent, onder een mooi doek, tegen de zon zometeen. Ja, ik zal even iets naar voren lopen, dan kan ik het geheel zien. Kijk dan joh. Ah, super. En natuurlijk in Maren, op de Utrechtse Heuvelrug, op een prachtige omgeving. Dat is echt zo'n zandverstuiving daar, hè? Ja, zoals je kan zien, achter mij, de Koeheuvels in Maren. Zo, ja, geweldig. Nice. Top, man. Nou, en het weer is daar ook lekker, geloof ik, hè? Een beetje bewolkt, maar voor de rest droog. Ja, en het wordt veel warmer zometeen, dus we wachten het af. Mooi, en ik hoor ook mezelf er doorheen. Ja, geweldig. Super, thanks. Zo, ja, geweldig. Zacht en die harder. Nice. Top, man. Nou, en het weer is er ook lekker. Zo, nou, dan gaan we eens even kijken. Want dan gaan we, schuiven we nog eens een klein stukje op. En dan gaan we eens even kijken in, Enschede. Want in Enschede staat Gert-Jan en Stefan ook, zie ik al. Hallo. Hey, hallo, goedemorgen. Goed dat jullie er zijn. Hey, hoe is het weer in Enschede? Bewolkt.
zijn altijd wel een paar dagen weer. Ja, wel bewolkt. Ja. En verder, maar is wel een beetje goede temperatuur. Ja, nee. We staan hier met 8-9 man. Hartstikke gezellig. Oh, super. Nice. Nou, veel plezier en we spreken jullie later, mannen. Zeker. Super, 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 super. Nou, dan gaan we eens even kijken. Want we zakken af. We zakken af. We zakken af naar België. En we gaan eens even kijken bij meneer Janssens in Antwerpen. Meneer Janssens, bent u in de lucht? Goedemorgen, iedereen. Hey. Goedemorgen. Ik sta in de. Ja. Hallo, hallo. Het is hier fantastisch weer. Ja, lekker joh. Hey, en kun je het al het café in of is het nog niet open? Nou, we zullen even gaan kijken. Ik denk het wel. Er zit al volk. Oh, er zit al volk. Dus het gaat helemaal goed komen zo meteen. Het zal wel niet gaan regenen, maar je weet het toch maar nooit, hè? Nee, maar dat ook. Nou, in ieder geval superman. Goede verbinding. Nice, top. Ja. Dat hebben we eens even mooi getest. Nou, dan gaan we nog wat verder afzakken. Want we hebben nog een event in België. En dat is bij Milan. Eens even kijken. Ops, oké. Okay. Bij Milan. En we zitten in Markedal, Milan. Hallo. In het mooie Markedal. En bij jou is het ook wel gezellig druk, zie ik. Redelijk druk al. Ik kan even de camera. Kun je het zien? Ja, ik zie het. Oh, leuk. Gezellig, gezellig. Nou, leuk. En prachtig weer bij jou ook, hè? Ja, zeker. Heel mooi weer. Nice, super. Nou, top. Mooi, Milan. We gaan aan de slag en wij hebben contact nog vandaag. Super. Yes. Top. Nou, jeetje. Zo, hé. Alright, we hebben dus contact met 5 events. Hè? Dat hebben jullie nu door. Eens even kijken. We hebben contact met 5 events. Haarlemmermeer, Maren, Enschede, Antwerpen en Markedal. En ik vind het echt super spannend. Want wat we zo meteen gaan doen, wat we gewoon eigenlijk nu gaan doen, is de puzzel. De puzzel uitdelen. Want we hebben een puzzel gemaakt. Alle CO's van de 5 events, dus in Haarlemmermeer, in Maren, in Enschede, in Antwerpen en in Markedal, die delen zo meteen een puzzel uit voor de aanwezigen die een puzzel willen maken. Hoeft natuurlijk niet, maar het is wel heel leuk. En we hebben best wel een paar hele leuke prijsjes en die ga ik eventjes laten zien als dat lukt. Want we hebben zilveren tickets weg te geven, zilveren Geofloss Live tickets weg te geven. We hebben gouden Geofloss Live ticket weg te geven. We hebben zo'n prachtige Team Lage Landen coin en coins zelf weg te geven. Er zijn van mijn persoonlijke geestrogie Geofloss persoonlijke coins weg kunnen we weggeven. Dus er zijn echt wel superleuke prijsjes. En wat jullie vooral ook niet moeten vergeten, is dat er ook voor jullie, voor de kijkers thuis, zo af en toe een puzzeltje tussen zit, dus vergeet niet mee te doen. Vergeet niet mee te doen als je een puzzel voorbij ziet komen. Je hebt tot het einde van de Pinksterdagen, dus tot eind van maandag, om de oplossing op te sturen. Er komen er 4 langs vandaag, vanochtend, die jullie thuis kunnen doen. En ook daar kun je een zilveren Geofloss ticket en zelfs een gouden Geofloss ticket mee winnen. Eens even kijken. Jelle, leuk dat jij er ook bij bent, man. Superleuk. En het zijn enorm leuke feestjes als ik zo op het scherm kijk hier. Echt hele leuke feestjes. En nu zie je dat, want we gaan, er wordt een handje opgestoken. Dus we gaan eventjes naar Maren. Yes, Eduard. Vertel.
Je microfoon staat uit. Ja, sorry. Ja. Sorry, ik zie het. Die puzzel, mag die al uitgedeeld worden? Of? Ja, ik wilde nu eigenlijk het startschot geven. Dus wat we gaan doen is... even kijken. Zo, even verbinding met alle puzzels. Kunnen alle CO's mij horen? Ja, top. Ik zie duimpjes omhoog komen. Ja, top. De puzzels mogen uitgedeeld worden. En de sleutel van de puzzel, die staat op mijn website. www.geovlogs.nl. En ik laat hem voor de... Even kijken of dat lukt. Ik laat hem eventjes zien. Op, gaan we even naar mijn website. Als je op mijn website kijkt, dan zie je onder beleving zie je de code staan. En dat is de TLL-code. Ik heb hem net op mijn website gezet, net gepubliceerd op mijn website. En hier staat de hele code van A tot en met Z. En van 0 tot en met 9. En er worden op dit moment, op de 5 events, worden er puzzels uitgedeeld. En die puzzels, die zijn op te lossen. Door middel van de 10 lage landencode. Nice. En ik zie dat daar al, druk gepuzzeld wordt. Her en der. Is het gelukt met de puzzels allemaal, CO's? Kijk, daar gaan ze allemaal. We gaan eens even in de Haarlemmermeer kijken. Kijk, in de Haarlemmermeer. Wordt er al druk gepuzzeld, Buren? Jazeker. De puzzels die worden uitgedeeld. En iedereen is heel nieuwsgierig hoe die opgelost moet gaan worden. En ze zijn ook wel benieuwd naar de prijs wat er gewonnen kan worden. Oh ja, dat is een hele goeie. Ik had ze net al even laten zien. Ja, maar wat je kan winnen is een zilveren Geovlogs live ticket. Elke winnaar van elk event, die wint in ieder geval een zilveren Geovlogs live ticket. En vervolgens mag diegene ook een keus maken uit een team lage landen coin of een Geovlogs coin. Dus dat zijn de prijzen. En dat is dus 5 keer. Dus er is 5 keer een zilveren ticket. Er is 5 keer... dus voor iedere event een team lage landencoin of een Geovlogs coin. En dat is aan de winnaar maar net welke ze willen hebben. En de eerste winnaar van alle 5e events. Die krijgt er nog een gouden Geovlogs live ticket bij. Nou, dat zijn hartstikke mooie prijzen. Ja. Maar er wordt nu vooral nog naar het velletje gekeken van wat moeten we hiermee. Oh, dus, ja. Ja, snap ik helemaal. Voor alle CO's geldt de sleutel. Geef even door als de mensen dit niet horen. Dat de sleutel van de puzzel, die staat op mijn website. www.geovlogs.nl. De sleutel van de puzzel staat op de website van Rogier. Rogier. We gaan de winnaar. Volgens mij hebben we iemand die de oplossing al heeft gevonden. Echt? Mag hij de oplossing al zeggen? Ja, wacht heel even hoor. Wacht heel even, want we maken even verbinding met jou. Ja, goed. Welkom. Wacht even hoor. Nee, dan moet de andere plaats staan. Breng je... Dat is wel heel snel, Milan. Ik zal anders de persoon die de puzzel denkt te weten... in beeld laten komen. Ja, doe maar eens even. Eens even kijken, we zitten in Markendal. Hallo, wie ben jij? Ja, Jack 4. Hallo? Jack 4. Ja, hallo? Hoor je hem? Ja, ik hoor hem. Oké, mag je de oplossing al zeggen? Nou, dat hij denkt? Ja, ik ben benieuwd. Rogier. Dan gaan we eens even checken hier. Uh,
En wat was jouw naam ook alweer? Jack 4? Jack 4, ja, 2. Jack 4, 2. Jack 4, 2. Laten we eens even checken. En we zitten, je zit in Markendal. Dus ik kijk even mee. Even kijken. Markendal, puzzels. Puzzels. Oké, okay, wat dacht je, Jack 4-2, wat dacht je dat het de oplossing was? R-O-G-I-E-R. Rogier. Nee, dat is helaas niet goed. Dat is helaas niet goed. Succes verder. Eens even kijken, want ik zie een handje bij Björn. Dus we gaan eens even naar Björn toe. Naar Björn en Geo zien. Eens even kijken. Hapsakee. Yes. Ik krijg door dat de site plat ligt. Oh. Iedereen probeert tegelijkertijd de site te benaderen voor de code, maar die ligt plat. Oh, ik ga eens even meekijken. Hopsakee. Kijk, nou, ik ben hier nog wel. Kom er hier nog wel in. Dus even kijken. Ja, ik kom er hier nog wel goed in. Hij is inderdaad al wat langzamer, zie ik. Het zal ook met het mobiele internet te maken hebben. Ik denk het. Dat we het moeten blijven proberen. Ja, gewoon blijven proberen. Absoluut gewoon blijven proberen. Als die pagina eenmaal open is, dan is die open. Geweldig. Er wordt druk gepuzzeld. Zie ik al. Er willen natuurlijk zoveel mensen op die website nu. Dat het gewoon helemaal... En ik zie bij... even kijken, we gaan even naar Maren. Want ik zie een handje in Maren. Yes, Eduard in Maren. Yes, nou, hey. Zoals je kan zien wordt er druk gepuzzeld. Ook de website hier is een beetje langzaam. Ja, komen ze er wel op? Ja. De code is nog niet gekraakt, zomaar. Ah, nee. Dat is wel... nou ja, dat snap ik ook wel, ja. Want het is wel... Ja, er is enig werk voor nodig, zeg maar. Ja, dat... Leuk. Nou, leuk, man. Super. Leuk. We houden het in de gaten. Leuk. Nou, super, jongens. Eens eventjes kijken. We gooien er ook voor de kijkers thuis... Nog even een puzzel in. Yes, ik zie dat Milan ons nodig heeft. Dus even kijken, Milan, yes, top. We hebben een probleempje, want de site is overladen. Ja, dat hebben de andere fans ook last van. Oké, dus kan je anders de code doorsturen via Messenger? Dan kan ik de code hier tonen, of via mijn computer. Oh, dat is misschien ook wel een goeie, want dan doe ik dat... even kijken, hoe zal ik dat doen? Komt er echt niemand op? Is hij helemaal overbelast opeens? En dan komt niemand erop. Oh. Oh, wat erg. Ja. Ja, ga ik doen. Ik ga er even wat op bedenken. Absoluut. Een oplossing. Ja. We breken even in. We hebben een oplossing waarschijnlijk. Oh, heb je... Wacht even. Jongens, we gaan naar Maren. Kilo Echo. Vals alarm, sorry. Oh, vals alarm, oké. Vals alarm. Geen probleem, kan gebeuren. Ja, eens eventjes kijken. We gaan, want ik zie een handje. We gaan naar Antwerpen. Ja, hier in Antwerpen ligt ook de site plat. En ze vragen hoe ze wel aan de code geraken.
Oh, ligt allemaal. Ja, er willen er gaan gewoon nu te veel mensen op natuurlijk. Logischerwijs. Had ik natuurlijk ook wel kunnen bedenken op zich. Even kijken, we zitten in Antwerpen. Wat ik zal doen... is dat ik via het... via de link die ik jullie net heb gestuurd... voor die vergadering... via die e-mailadressen stuur ik zo meteen even de oplossing. Is dat een goed idee? Perfect. Ja. Ja. Doen we dat. Doen we dat. En ondertussen gaan wij gewoon dan maar eens eventjes luisteren naar muziek. Want we hebben Bugsy Travels en die Ammo Boxes. En dan hebben wij eventjes tijd om het een en ander te versturen. Bugsy Travels, die Ammo Boxes. Een Belgische geocaching band die covers speelt, Engelstalig, van nummers. En ze vertaalt naar geocache liedjes. Superleuk. Geniet ervan. Bugsy Travels en die Ammo Boxes. Wij gaan achter de schermen even aan de slag. I saw you in the apps or fell in love with you. Lying awake and tending honey Pikachu. I may be all that didn't stop you coming through. I took my smartphone to the Pokemon in me. I threw a ball and caught it single-handedly. And now I understand how awesome this could be. Alright. Eerst eventjes kijken. Klein. Yes. Oké. Ik heb jullie via de e-mail... heb ik jullie de oplossing gestuurd. En wat ik zal doen... is hem ook eventjes in beeld brengen van deze livestream. Daar is die. Dus wat jullie zouden kunnen doen nu, is dit even op het scherm.
En dan moeten daar mensen maar eventjes een foto van maken langs de laptop. Maar hij zit ook in jullie e-mail. Gaan we eventjes naar... eerst even kijken. We gaan eens even naar... Haarlemmermeer. Haarlemmermeer. Björn en Geosien. Björn en Geosien. Hallo. Ja, we zijn er weer. Goedemorgen. Mooi. Hey, goedemorgen. Heeft iedereen bij jullie inmiddels toegang tot de sleutel? De meeste wel. Ik heb nu inderdaad van jou die code gekregen. Dus ik ga nog de laatste mensen die hem nog niet hebben, ga ik hem nu doorsturen. Oh, super fijn. Top. Dan ga ik even bij de anderen checken. Top, Björn. Eens even kijken. Dan gaan we even kijken bij in Enschede. In Enschede. Alright. Enschede. Gert-Jan en Stefan. Heeft inmiddels iedereen de beschikking die het wil over de sleutel? Ja. Ja? Ja. Zit er gewoon op de website. Oh, goed zo. Dus iedereen heeft daar de mogelijkheid om te puzzelen, hè? Ja. Nice. Stop. Ze zijn druk bezig. Goed zo. Lekker. Nou, we horen het wel als iemand denkt te weten, hè? Ja. Super. Oké, we gaan naar België. Markedal. Milan in Markedal. Hallo. Hey. Ik kom net bij de computer gelopen. Oh, heeft iedereen inmiddels toegang tot de sleutel? De meesten hebben wel toegang en ze geven de codes wat door aan elkaar. Dus... Oh, oké. Okay. Nou, super fijn. Dan gaat dat zeker goed komen. Top. Dan gaan we even kijken bij het andere Belgische event. Het andere Belgische event in Antwerpen. Meneer Janssens in Antwerpen. Oh, hallo. Hey, heeft iedereen inmiddels toegang tot de sleutel die het moet hebben? Ja, alleen is hij niet te lezen bij ons. Oh, hoe komt dat? Het zijn allemaal heel onleesbare dingetjes. Oh, ja, dat is waarschijnlijk omdat die inderdaad vergroot is. Dat hebben wij een keer gedaan. Ja, maar zo is het helemaal niet te lezen als je het op het juiste formaat zet. Nee, en heb jij iets van een computerscherm of zo waarop je het kan laten zien? Niet bij de hand. Die staat aan de overkant. Ja, oké. Okay, nou, kijk even of je eruit komt. En anders... kijk, want wat ik... Even kijken hoor. Dan gaan we even naar Maren. Dan gaan we naar Maren. Eduard. Maren hier. Ja. Hey Maren. Heeft iedereen de sleutel die het nodig heeft? Die het wil hebben? Iedereen die aan het puzzelen is en die heeft de sleutel. We hebben hier ook redelijke goede verbindingen momenteel. Oh, goed zo. Fijn. Dus de code staat gewoon op de laptop. En nog geen andere problemen. Nee, hartstikke mooi. Top. Dan houden we het even zo. Thanks voor de update. Alright. Nou, jeetje. Toch wel eigenlijk wel superleuk. Zo. Oh, ik zie een handje bij Björn. We gaan naar de Haarlemmermeer in Björn. Naar Björn en Geosien. Ja. Hallo. Hey, hallo. Nou, ik heb de eerste die een poging wil wagen. Echt waar? Johan, je oh, echt waar? Oh, wacht even hoor. Wacht even, want dan pak ik hem er even bij natuurlijk. Eventjes kijken. Haarlemmermeer. Wat was jouw naam? Johan, J. Barretje. J. Barretje. Hebben we elkaar vaker gesproken. Ja, dat klopt ja. Oké, okay. Ja. Johan, jij bent in de Haarlemmermeer. Wat denk jij dat de oplossing is? Nou, hou je vast. 204-041. Johan, ja. Dat is helaas niet goed. Jammer. Oh. Dat is helaas niet goed. Ik probeer een bepaalde logica te vinden. Oh, ja. Nou, heel veel succes. Heel veel succes. Oké. Okay. Joehoe. Okay. Joehoe. Doei.
Nou, leuk. Iedereen is wel gewoon echt super hard aan het proberen. En dat is wel heel leuk om te zien. En wat wij gaan doen, is we gaan ondertussen, terwijl ze aan het puzzelen zijn, gaan wij ondertussen even contact leggen met Tony. Want, zoals jullie weten, is de Dutch Geocoin ontwerpwedstrijd geweest. En inmiddels is bekend welke Dutch Geocoin de Dutch Geocoin 2022 is geworden. Dus we gaan eens eventjes contact maken met Tony. Tony, ben jij er? Hallo, hoor je mij? Hey Tony, ja, ik hoor je. Ik zie je niet, maar ik hoor je wel. Oké. Ik zie mezelf wel in het schermpje, maar... Ik hoor je wel. Ik hoor je wel, Tony, maar ik zie je niet. Oké. Hoe lossen we dit? Hoe gaan we dit oplossen? Kijk maar, kom er even opnieuw in, Tony, want dan ga ik even wat andere zaken afhandelen. Ik zie je zo. Oké, dat is goed. Jo. Ja, we gaan eens even terug. Want ik zie opeens allemaal handjes omhoog gaan. En dan gaan we even op volgorde, want ik kan als het goed is hier zien wie als eerste zijn handje omhoog had. Dat is eventjes kijken, Vito is dat. Eens even kijken, Antwerpen. Helemaal. Oh, wat zei je? Ik zei dat niet klopt, zeg maar. Oh, want ik zie hier wel een volgorde. Wie had het eerst zijn hand omhoog? Volgens mij wij. Oh. Volgens mij, maar laat maar even de DGS. Oké, we gaan... Oh, nou, ik ben benieuwd. Wacht eventjes. De spotlight. Oh, er gebeurt er allemaal lekker veel dingen tegelijk opeens. Eens eventjes kijken. We gaan naar Maren. En daar zijn Eduard en Jeanette. Eduard en Jeanette, je microfoon staat uit. Je microfoon. Ja, daar zijn we. Yes. Oké. Iemand denkt de oplossing te weten, toch? Wat is je naam? Mijn naam is Linda. Linda. Ja, we kennen elkaar, Linda. Ja, dat klopt. Jij hebt, ook wel eens een tag bij mij in Roosendaal opgehaald, hè? Exact. Ja. Klopt, ja. Nou, bij Jacco eigenlijk, maar... Oh, dat is waar. Hey Linda, jij zit in Maren nu. Ja. Wat is jouw cache naam? Borrel 36, oh ja, dat was het, hè. Borrel 36. Oké, en je zit in Maren en jij denkt de oplossing te weten, toch? Ja, nou ja, dat hoop ik, ja. Oh, nou, ik zou zeggen, gooi hem erin. Wij denken welkom. Borrel 36 in Maren, dat is helaas niet goed. Dat is helaas niet goed. Succes. Succes. Eens even kijken, jongens. We gaan weer even terug. Kijk maar aan, zet ik deze maar uit. Naar het begin, want ik zie bij Antwerpen, zie ik inderdaad ook nog een handje. Eens even kijken, we gaan naar Antwerpen. Yes, meneer Janssens, hallo. Hey, bij ons zeggen ze ook een oplossing gevonden te hebben. Oh, en wie denkt hem te weten? Ze dachten welkom, maar welkom is het niet. En wie heeft het, met wie hebben we het genoegen? Kom er even mee in. Het is niet vies, welk hier? Ja, we dachten wel. Ja, maar... Wij puzzelen door. Goed. Jullie gaan door. Oké, jullie gaan door. Perfect. Superleuk. Ja, superleuk dit. Oké, even kijken. Die gaan weg, want ik zag nog een handje. Volgens mij bij Björn en Geosien. Eens eventjes kijken. Geosien en Gekke Henkie in Haarlemmermeer. Oh, we hebben nog iemand die wil een poging doen, volgens mij, hè? Ja, zeker. Wat is je naam? Amber. Amber. En wat is je geocache naam, Amber? AnneW80. AnneW80. Oké. Anne D. 80. Oké. Amber,
Wat denk jij dat de oplossing is? Nou, ik heb R-I-1-C-H-T. R-I-1-C-H-T. Amber in Haarlemmermeer. Dat is helaas niet goed. Dat is helaas niet goed. Oh, jammer, 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 jammer. Blijf puzzelen, jongens. Blijf puzzelen. We hebben nog een tweede poging. Mijn laatste poging. Oh. Tweede poging. Ja, even kijken. Ja, Barretje. Ja, Johan. Hey, Johan. In Haarlemmermeer. Wat denk jij dat de oplossing is? 214-141. 214-141. Johan, dat is helaas niet goed. Dat is helaas niet goed. Dan stop ik ermee, want dan zie ik de logica niet. Oké. Okay. Okay, tot later. Yes. Alright. Eventjes voor alle CO's. Eventjes voor alle CO's. De puzzel bestaat uit die 10 lage landenletters. Hè? De bedoeling is, misschien dat jullie dat kunnen doorgeven. Eerst moet de brief ontcijferd worden. En als de brief ontcijferd is, dan kan uit de brief kan de oplossing komen. En de oplossing is echt een woord. De oplossing is echt een woord. Er zitten dus geen getallen in, maar het is echt een heel logisch woord als hij eruit komt. Oh, maar ik zie wat gebeuren. Of even kijken, bij Milan in Markendal. Milan in Markendal zie ik wat... Een poging wagen. Oh, kijk eens. En, hey. Hey, hallo, zit je gewoon helemaal daar, joh? Ja. Zit je gewoon helemaal daar, joh? Jeetje. Maar Rogier, ik hoor jou net zeggen dat het een woord moet wezen. Dus ja. Het moet een woord wezen, ja. Dan sla ik even over. Oh, goed zo. Oké. Okay. Succes. Oh, super. Alright. We gaan dan nu echt, want iedereen is druk aan het puzzelen, even kijken. Dus we gaan dan gewoon toch wel naar de Dutch Geocoin, want we hebben Tony te gast. Tony. Hallo Rogier. Hallo, wat leuk dat jij er ook even in vliegt, man. Ja, leuk dat jij ook weer aandacht aan de Dutch Geocoin wil besteden en ik ben erg dankbaar dat ik hier weer mag zijn. Dus, leuk dat ik ben. Nou, superleuk. En de uitslag is bekend, hè? De uitslag is bekend. Oh. We hebben echt een ontzettend spannende wedstrijd gehad. Zo, dat kan me voorstellen. Ja. Voordat we daarop ingaan, Tony, ik laat nog eventjes zien aan de kijkers alle ontwerpen van de Dutch Geocoin op een rijtje. Komen ze. Wauw, Tony. Het zijn wel echt prachtige ontwerpen dit allemaal, hè? Het zijn... Af en toe is het jammer dat er maar één munt kan winnen. En dit is weer zo'n jaar dat we echt heel veel mooie munten hebben. Oh ja, echt wel. Maar ja, er kan natuurlijk maar eentje de winnaar zijn. En ik ben heel benieuwd, sowieso, welke drie munten zitten er nou in de top drie? Of zaten er in de top drie eigenlijk? Nou ja, we hebben... Ja, een hele spannende race gehad. In het begin van de maand
was de koe die is erg sterk opgekomen. Die stond, die heeft heel lang vooraan gestaan. Ja. En daarna is een soort race gekomen waarbij het hart ook erg opkwam. Ja. Af en toe voorkwam, dan weer de koe, dan weer de hart. En het was echt een ontzettend spannende race geworden. En dan kwam in de laatste dagen kwam er nog een derde kandidaat vanuit die top 3 omhoog. En dat is uiteindelijk ook de winnaar geworden. En dat is het nachtleven. Wow! We hebben een winnaar! We hebben een winnaar! There we go! Wow, Harold is de ontwerper. Harold is de ontwerper van de nieuwe Dutch Geocoin 2022. Zo, dat is echt super gaaf, hé. Maar wat is het een mooie coin. Wat is het een mooie coin. Ja, ik vind hem echt fantastisch. Nederlands element erop. We hebben 18 jaar de Geocoin, dus volwassenen. Dus dat nachtleven thema is ook heel erg toepasselijk. Ja. Het gaat ook over een nachtcash, dus ook gerelateerd met cash. Eigenlijk alles wat je van een Dutch Geocoin kunt verwachten. Alles zit erin, hè? Ja. Zo, ja, echt super gaaf. Super gaaf. Ja, en ik zie dat Harold in de chat zit inderdaad. Harold, van harte gefeliciteerd. Want die prachtige coin van jou, die is gewoon de winnaar. En nu is het dus, wat nu eigenlijk, Tony, want jij en Luc van CreaCoins en Harold gaan natuurlijk nu een overleg samen, neem ik aan, hè? Op zich kan deze coin denk ik vrijwel zo gemaakt worden. We gaan samen met Luc nog eventjes wat details doorspreken. En dan kan die gemaakt worden. Nou, dan wordt eerst een ontwerp gemaakt. Achter de schermen ook nog een heel traject waar Harold dan ook in meegenomen zal worden. Ja. En dan uiteindelijk is het de bedoeling dat we op het TLL-event in Benschop drie maanden de coin kunnen gaan presenteren. Oh ja, superman. Oh, ik ben echt zo benieuwd. Er zit een vraag in de chat, Tony van Katelijn. Die zegt, de puntentelling, kunnen we die ergens terugvinden? Ik ga dus... ik weet niet of dat vandaag al wordt, want ik ben vandaag niet... achter mijn eigen computer waar alle software op draait. Ik ga proberen om... dat ga ik sowieso doen, maar of dat vandaag al lukt is even de vraag. De verschillende rondes ook als noot op de eventpagina te zetten. Dat doe ik normaal ook altijd bij een eventpagina. Dan kun je dus zien wie er in welke ronde de hoeveelheid punten hebben gehad. En... zo uit mijn hoofd, want het is om aan te geven hoe spannend is het dat het geweest is. Ja. De eindpunten voor nachtleven was 35 stemmen. Ja. En voor de nummer 2, dat was het hart, dat was 34 stemmen. Dus het is echt ontzettend spannend geweest. Echt zo'n stukje gewoon, hè? Echt zo'n stukje. Oh, echt. Ja, we hebben het natuurlijk van tevoren al eventjes doorgenomen. En het is echt gewoon een continue nek aan nek race geweest tussen die drie eigenlijk, hè? Ik heb echt de laatste dagen ook iedere keer als er een stem binnenkwam weer dat programmaatje gedraaid om te kijken van wie loopt er nu voor, wie loopt er nu voor. Zo spannend is het geweest. Oh, geweldig. Nou, superleuk. Tony, thanks voor de update. Wij houden natuurlijk contact. Want zodra er iets bekend wordt, is of een ontwerp of een, wat dan ook, dan willen we dat weten. Ja, dan stuur ik dat weer aan jou. Kun jij het weer in je vlogs laten zien? Superfijn. Nou, leuk man. Dan, het is gewoon groot nieuws. Ja. toch? Ja. Ja, het is gewoon groot nieuws. Yes. Bedankt voor de update, Tony. En wij gaan elkaar heel snel spreken. Is goed. Oké. Okay. Doei. Alright, we gaan, voordat we doorgaan weer naar de andere events, gaan wij nog even genieten van een nummer van de Buxy Travels en die ammo boxes. De Bohemian Light View, The Road Trip. Geniet ervan en tot zometeen, want we zijn zo weer terug bij de andere events. We'll be right back.
Ja, momentje, momentje. Eén minuutje. Superleuk. Eerst even kijken. Superleuk. Leuk. Bugsy Travels en die Emma Boxes. En we gaan naar Maren. Want Maren, die heeft zijn hand opgestoken. Dus ik ben heel benieuwd. Eens even spotlighten. Kunnen jullie het allemaal goed zien? Yes. Oké. Hey. Wij denken inderdaad dat de oplossing is, Rogier. Oh, echt. Oh, en wie heeft de oplossing? Nou, dat ben ik. Hey, Elise. Wat is jouw cashnaam ook weer, Elise? Het is Echo Kilo. Echo Kilo, yes. En ik pak even de oplossingen erbij. Elise in Maren. Oké. Elise, als je de goede oplossing hebt, dan win je een gouden Geofloss live ticket. Dan win je een zilveren Geofloss live ticket. En je mag ook nog eens kiezen of een Team Lage Landen coin of een persoonlijke Geofloss coin. Dus het zou wel heel erg gaaf zijn als je het juiste antwoord hebt. Elise, in Maren, wat denk jij dat het antwoord is? Ik denk dat het antwoord Sliert is. Oeh, jawel hoor, we hebben een winnaar. We hebben een winnaar. Woo! Oh yes, nice. Woo! Nice, Elise in Maren. Wow, Elise en Maren, het is inderdaad Sliert. En kun je nou nog eens uitleggen hoe je die puzzel nou hebt opgelost? Even misschien als hint voor de anderen. We hebben met z'n allen zitten puzzelen. Ja. En ja, ik was aan de beurt om antwoord te geven. Ja. Maar het gouden ticket is voor Borrel.
Oh, zo hé, zo hé. Ja, want je krijgt een gouden ticket en je krijgt een zilveren ticket. Ik zal hem gewoon nog eens even laten zien. Je krijgt een gouden Geoflos Live ticket, je krijgt een zilveren Geoflos Live ticket. En je mag ook nog kiezen, en dat hoeft nu niet, maar dat mag ook later. Wil je de 10 lage landen coin of wil je de Geoflos coin? Ik weet niet of je nu al wil kiezen of dat je zegt ik ga er nog even over nadenken. Ik wil wel kiezen. Ik wil gewoon graag die TLL-coin. Oh, super, Elise. Dan is de TLL-coin en het schouderticket en een zilveren ticket is gewoon voor jou. Van harte gefeliciteerd! Woe! Lekker, Elise. Top! Dankjewel. Nice, dankjewel. Gefeliciteerd. Wij houden even contact. Ja. Wij houden achteraf even contact. En dan zorg ik dat... ik heb hem opgeschreven. Dus dan zorg ik dat alles jouw kant op komt. Is goed. Yes. Superleuk. Dankjewel. Hey, Eduard en Jeanette. Ja. Dat heeft ze goed gedaan. Dat heeft ze goed gedaan. Klopt. Nice. Nou, weet je, dat gaat betekenen dat we afscheid gaan nemen van jullie event in Maren. En dat jullie nog even gezellig door kunnen gaan. En ja, de winnaar. De echte winnaar van alle 5 events. Die komt gewoon uit Maren. Ja. Lekker. Woe! Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hey, en bedankt dat jullie erbij waren. Graag gedaan. En wij blijven contact houden. Tuurlijk. Alright. Thanks, hè. Groetjes. Yo, groetjes. Doei, doei. Doei, doei. Rogier. Ja, moment. Moment, 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 moment. Even kijken, hoor. Rogier. Ja, moment. Moment, moment, moment. Rogier. Moment, moment. Er gebeurt van alles hier, jongens. Er gebeurt van alles hier. En, Sorry. Nee, even kijken. Hopsakee. Nou, in Maren is de oplossing geweest. Dus dat betekent dat het nu niet meer uitmaakt welk event als eerste is. Maar voor ieder event is er natuurlijk nog een winnaar, hè? Dus we gaan ze nu gewoon eens even af. En we beginnen eens even bij, Milan. We beginnen eens even bij Milan. In Markedal. Milan, ja. In Markedal. Hallo. Volgens mij heb je ook iemand die de oplossing heeft gevonden. Echt? Oh, en wie is het? Wie is het? Ik ben Arne. Ik heb al veel van de livestreams meegevolgd op YouTube en op Facebook. Dus zijn wij ook naar dit event gekomen. Ja. En hebben we samen met een persoon of 5 heel de puzzel opgelost. Ja. En volgens mij past er maar 1 woord in en dat is welkom. Eens even kijken. Markedal. Arne in Markedal. Jij geeft als antwoord welkom. Dat is helaas niet goed. Oeh. Dat is helaas niet goed. Helaas niet goed. Sorry Arne. Ja, sorry Arne. Milan. Milan. Milan is in weg. Ik zal hem terug. Ja. Yes. Ik had net al even, ik weet niet of dat bij jullie was aangekomen, hè, maar de hele brief die moet ontcijferd worden. Er komt gewoon een tekst uit. En als je de hele brief hebt ontcijferd, dan wordt duidelijk welk woord je eruit moet halen. Dus je moet eerst de hele brief ontcijferen. En dan wordt in de brief duidelijk, dus in de tekst wordt duidelijk, wat het woord uiteindelijk wordt. Dus voor de mensen die dat nog niet weten, strooi het maar even rond daar. Ik ga het doorzeggen. Ja, super. Oh, kijk nou. Ja, kijk, gewoon weer een poging uit Markedal. Weer een poging uit Markedal. En ik zie bij Geert-Jan. Ik zie bij Geert-Jan een handje. Want ik ben heel benieuwd. Even kijken. Geert-Jan. En Geert-Jan zit in Enschede. Geert-Jan, vertel. Ja, wij hebben ook een mogelijke oplossing. Echt? Oh, en wie heeft hem? Hoi, Rogier. Hé, hallo. Weer een bekend gezicht. Nice! Wat is jouw geocache naam? Familie Erwig. Familie Erwig, hè? Gwen. Ja, familie Erwig. Oké, okay, Gwen. Jij zit in Enschede en jij denkt de oplossing te weten. Ja, ik denk straks. Gwen, jij zegt straks en je zit in Enschede. En ja. Dat betekent... dat je de goede oplossing hebt!
Dat betekent dat je de goede oplossing hebt. Yay! Straks inderdaad, ja. Straks, super goed gedaan. Wauw, nice. Nice, Gwen. Super goed gedaan. Super goed gedaan. Hey Gwen, kun je nog eens uitleggen voor de mensen die bijvoorbeeld in Markendal en in Maren en Haarlemmermeer, die misschien nog niet goed snappen hoe ze moeten oplossen. Kun jij eens uitleggen? Moet ik helemaal uitleggen hoe ik hem heb gedaan? Nee, niet helemaal, maar ongeveer. Okay. Wat is je strategie geweest? Kijk, er viel... Maar we hebben het eigenlijk gezamenlijk gedaan. Nou ja, super. Ja. Prima, prima. Het viel ons op dat er zeg maar ook cijfers tussen staan. En daar hebben we ons op gefocust. Oh, wat goed. Ja, want er staan cijfers in. En die cijfers die moet je weer opzoeken in de tekst, hè? Oh, dat ja. Is ook slim, ja. Dat is heel slim van je geweest, ja. Nou, in ieder geval, Gwen... Het zilveren Geofloss live ticket is voor jou. En je mag ook nog kiezen. En dat hoef je niet nu te doen, maar mag ook later. Mag ook nu. Wil je de 10 lage landen coin? Of wil je de persoonlijke Geofloss coin? Weet je het nu al? Of zeg je van... Volgens mij heb ik ze allebei al. Oh, je hebt ze allebei al. Oh, ja, dan moet je toch, dan moet je toch kiezen. Maar dat mag ook later. Dat mag ook later. Dat is geen probleem. Ja, doe ik later. Ja, doe je dat later. Nou, super. Van harte gefeliciteerd in ieder geval. En is Gert-Jan nog in de buurt? Ja. Hey, super gedaan, Gert-Jan. Top. Top. Nice. Nee, en nou, dat betekent dat het er, dat betekent dat het er voor Enschede op zit. De puzzel is opgelost. En jullie kunnen we gewoon weer lekker door met je event. Is goed, dan zien we op 3 september. Sowieso op 3 september, want ik zie net een heel mooi bericht in de chat. Dus we gaan eens even kijken zo meteen. Dankjewel, hè? Hoi. Jo, ja. Dankjewel. Doei, doei. Nou, superleuk. Eens even kijken. Nice. Oké, we hebben geen... ik zie, we hebben geen handjes meer. We hebben geen handjes meer. Dus wat we dan maar eens even gaan doen... Want ik zag in de chat, ja, we zijn gewoon zo druk bezig, is dat het event van 3 september 2020 staat online. Eens eventjes kijken. We gaan op de geocaching app gaan we kijken. En we gaan in de buurt van Utrecht kijken. Ga ik hem even verversen. Ga ik hem eventjes op event zetten. Oh, dit is wel echt heel gaaf, hé. Dit is wel echt heel gaaf. Even kijken, zit ik goed te kijken? Nee, ik zit niet goed te kijken. We gaan hem gewoon eens even invoeren. Benschop. Benschop. Op naar Benschop. Even kijken, kijk ik goed of kijk ik... Nee, dit is Maren, dit is het event van nu. Nee, ik zie hem nog niet staan. Ik zie hem nog niet staan. Of kijk ik nou verkeerd, jongens? Oh, ja, hij staat er. Het, oh, Snip en Snap zei het ook al de hele tijd. TLL-event van 3 september staat online. Ah, nice, kijk eens even. Ah, daar is die dan. Het event op 3 september 2022. Nice, voor alle kijkers in ieder geval. Eens eventjes kijken. Rotjes Party, waar is het? In het dorpshuis in Benschop. Het begint om 9:45. En het eindigt om 5:00. Nice! Hij staat erop. En ik ga natuurlijk meteen... Kijk eens even. Jomar, Sneeuwhavik, Jelle, Ruben, Anneveldjes, Renske Bedra, Team Snippensnapt, Team Snippensnap, Dir M, SBMB, Flens. Nice! Hij staat erop. En ik ga natuurlijk even gewoon hier dan maar gewoon even live... Ga ik mijn mobiel attent doen. Zo, dit is echt super gaaf, hè. Ja, ik kom natuurlijk. Bam. Zin in.
There we go. Even kijken hoor. Even kijken. Hopsakee. Plaatsen. Natuurlijk gaan we op 3 september naar Benschop. Naar het geweldige event. Ik ben gewoon sprakeloos. Rogers Party. Hij is gepubliceerd. Jongens, doe, als je ook maar enigszins van plan bent om te komen, doe je will attend. Want we maken er een groot feest van. We maken er een groot feest van. Eens even kijken, want we gaan terug naar de events. En ik zie een... ik zie zelfs 3 handjes. Zie ik nou 3 handjes? Eens even kijken. We gaan eerst eens even naar Markendal. We gaan terug naar Markendal. Hoppakee. Markendal. Hey, wie hebben we daar? Team Froggy Eetje. Team. Eens even kijken. Team. Wat zei je? Welk team? Froggy Eetje. Froggy Eetje. Oké. Jullie zijn in Markendal en jullie denken de oplossing te weten, toch? Ja. We denken dat, ja. Oh, en weet je het bijna zeker of is het nog een gokje? We hopen dat het juist is. Oké, nou, team Froggy Eetje, zeg het maar wat jullie denken dat de oplossing is. Mantra. Mantra, team Froggy E. Die zitten in Markendal en die zeggen mantra. En dat betekent... Ja hoor, we hebben een winnaar! Woehoe! We hebben een winnaar, ja hoor. We hebben weer een winnaar. Nice. Gefeliciteerd. Oh, supergoed gedaan. Nou, team Froggy, wat zijn jullie namen eigenlijk? Want jullie zijn met z'n tweetjes, toch? Ja. Steven en Evelien. Yes, van harte gefeliciteerd. Want jullie winnen natuurlijk dat zilveren GFLOS live ticket. Ik zet hem er even bij. Zilveren GFLOS live ticket. Maar jullie mogen ook kiezen. Wilden jullie nou zo'n prachtige team lage landencoin? Of willen jullie een persoonlijke GFLOS coin? Want het mag namelijk allebei. Jullie mogen kiezen. Alle twee. Het mag allebei. Allebei dan? Nee, het mag allebei. Nee, ik bedoel, het mag allebei. Je mag allebei kiezen, mag ik zeggen. Ja, dus je moet kiezen. De persoonlijke, yes. Ja. Gaan we regelen. Van harte gefeliciteerd, goed gedaan. Dankjewel. En geniet nog van jullie event, hè? Ja. Doen we zeker. Oké, super. Doei. Milan, ben je er nog? Ik ben er, ja. Yes. Nou jongen, ik zou gewoon... De oplossing is er gewoon. Ja. Steven en Evelien hebben hem gewoon gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Leuk. En ik zou nog zeggen, geniet nog van je event, Milan. En we hebben contact, hè? Super. Oké. Doei, hè? Doei. Nou, eens even kijken, want... we hebben hier nog 2 handjes, zie ik. We hebben hier nog 2 handjes. Eens eventjes kijken... We gaan naar Haarlemmermeer. Overigens, voordat we naar Haarlemmermeer gaan, moeten we ook nog eventjes denken aan de kijker. We gaan er nog een puzzel in gooien voor de kijkers. 1 minuutje. Nice, oké. Ja, en dan nu gaan we dan echt naar Haarlemmermeer. Björn in Haarlemmermeer. Ja, daar zijn we weer. Een nieuwe poging. Yes.
Oh, wacht heel even. Wacht heel even. Yes. Ja. Oh, ik heb hier. Waarom heb ik jullie nou dubbel in beeld? Wacht eventjes hoor. Spotlighten. Yes, that's it. Alright. Ja, Björn. Jullie hebben een. Oh, er staat al iemand heel. Met een grote glimlach. Twee mensen met een grote glimlach. Staan altijd. Te hopen, te trappelen dat ze de oplossing hebben. Eens eventjes kijken. Wie hebben we daar? Team Roar. Team Roar. Hoe schrijf je dat? R-A-W-R. R-A-W-R. Oké. Okay. En wat zijn jullie namen? Nathalie en Berto. Nathalie en Berto. Oh, Berto. Jij met Berto heb ik al eens contact gehad, volgens mij. Ja, oh, dus dat is Berto gewoon live. Dat is Berto gewoon live. Nice. Oké. Okay. Nathalie en Berto, jullie zijn in de Haarlemmermeer en jullie denken het antwoord te weten, hè? Ja. Oké, okay, wat denken jullie dat het antwoord is? Rogier. Het antwoord Rogier. Eens even kijken. Nathalie en Berto, het antwoord Rogier. Dat is helaas niet goed. Okay. Dat is helaas niet goed. Dat is helaas niet goed. Succes! Succes verder. Yo. Björn, ben je er nog? Ja, daar ben je nog. Super, ja, super, super. Als voor het geval het niet was doorgekomen, ze moeten dus de hele brief moeten ze ontcijferen. En dan in die brief staan ook een paar getallen, een paar nummers. En die moeten ze weer gebruiken om het woord te formeren. En het is dus niet Rogier. Het is een ander woord. Dat je woord. Nu begint het kwartje te vallen. Oh, kijk. Mooi, 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 mooi. Nou, dan kom je misschien zomaar weer snel in beeld zometeen. Succes daar. Okay, succes daar. Joe. Eventjes kijken. Weg uit de spotlights. Yes. Eens even kijken hoor. Want wie hebben we nou eigenlijk nog? Want we hebben natuurlijk nu drie winnaars. En we hebben er nog twee over. Ik zie bij Geert-Jan zie ik een handje. Eens eventjes kijken. Geert-Jan. Hey Geert-Jan. Je had nog een handje. Was dat een nieuw handje of was het een oud handje? Oud handje. Oh, een oud handje. Oké. Is het goed dat ik de computer uitzet? Of... Ja, zeker. Want het antwoord bij jullie is al geraden, toch? Ja. Ja, zeker weten. Dank je wel, hè. Hoi, hoi. Yo, doei, 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 doei. Doei, Stefan. Doei, doei. Oh, superleuk. Nou, dan hebben we gewoon nog... twee events over. Eens even kijken. Ja, hopsakee. Dan hebben we nog twee events over. Namelijk eentje in Haarlemmermeer en eentje in Antwerpen. En we gaan eens eventjes naar... we gaan maar eens eventjes naar Antwerpen toe. Want we gaan eens even kijken hoe het... nu bij meneer Janssens is. Meneer Janssens. Hallo, Antwerpen is aanwezig. Antwerpen is aanwezig. Yes. Supermooi. Hoe is de stemming daar? Ja, ze zijn volop aan het puzzelen en de mannen zijn aan het praten gewoon. Oh, goed zo. En zit er al bij de puzzelaars al een beetje voortgang in, of niet? Ik zal het even vragen aan hem. Hey, hoe lukt het met de puzzel? Is opgelost met de puzzel. Krijg de vraag uit Roosendaal. Oh, nou, ze zijn druk bezig, zie ik al. En ik hoor al dat ze in de goede richting zitten, volgens mij. Ja, zitten ze in de juiste richting, volgens jou? Ja, als ik zeg, ze hebben de brief, ze moeten de brief ontcijferen. En dan in ja, de... precies, ze zijn de cijfers eruit. Ja, daarom. Oh, dat gaat de goede kant op. Thanks, succes daar. Hey, succes tot daar, tot zo, tot als zo. Als ze dat zijn, dan laat ik al iets weten. Yes, doe dat maar eens, doe dat maar eens, doe dat maar eens. We gaan weer naar een nummer kijken en luisteren van Bugsy Travels en de Ammo Boxes. En dit nummer heet Forest. Geniet ervan, een Belgische geocache band die cover speelt. En ik vind het altijd genieten om deze mannen en vrouwen te horen. We gaan naar een spannend verhaal in een bos.
Beeld even muziekje af, jongens. Thanks.
Nice, superleuk. En we stappen direct over naar Haarlemmermeer. Want ik zie een handje in Haarlemmermeer en er staat iemand te trappelen, volgens mij, om de oplossing door te geven. Wie hebben we daar? Inderdaad. Hallo. Wie hebben ze net genoeg? Anmaran. Anmaran? Anmaran. Anmaran. Yes. En wat is jouw voornaam? Andries. Andries, yes. Oké, Andries. Jij staat in de Haarlemmermeerse bos. En jij denkt, ik heb het antwoord op de vraag. Dus... Nee, zijn nog deze. Ja. Ja, zeg maar Andries. Ja, gooi hem erin. Wat zei je? Tremoa. Tremoa. Oh, hij is wel heel warm. Hij is wel heel warm, maar het antwoord is helaas niet goed. Kijk hem nog even. Kijk hem nog even. Kijk hem nog even. Ik heb hetzelfde antwoord, dus het is ineens weer rustig bij mij. Oh shit, kijk hem nog even goed na, want hij is wel heel warm. Eén letter anders. Ik hoor nu dat er nog iemand anders. Oh, ja, kom maar. De Obitva, maar daar hebben we. Tremoa is niet goed, maar wel heel dichtbij. Heel dichtbij. Eén letter moet anders. Eén letter moet anders. Eén letter moet anders. Nou, ze gaan even fine-tunen. Oh, ja. Doe dat maar. Ja, één letter moet anders. Oh, ik ben benieuwd. Succes daar. Oké, eens eventjes kijken. We gooien er nog eens even een puzzeltje in. There we go. Woe, voor de kijkers. Nice. En we hebben nog twee events over. We hebben nog een event over in Antwerpen. En we hebben nog een event over in Haarlemmermeer. En we gaan eens even kijken naar Antwerpen. Want ik zie daar volgens mij een handje omhoog gaan. Eens eventjes kijken. Meneer Janssens. Meneer Janssens. Jawel. Hier denk ik hoor. Dat ze hem hebben. Oh, denken ze dat ze hem hebben? Oeh, eens even kijken. En wat was de naam ook alweer van degene die denkt dat hij hem heeft? Wat zijn jullie namen? En de Lovertjes. We hebben samen gewerkt. Oh, mooi. En welke naam zei je? Pendelovercus? De Oerbos. Zij zeggen de Lovertjes? Zij zeggen het Oerbos. Zeggen ze nou het Oerbos? Ja. Zeggen ze nou het Oerbos? Oh nee, hè? Ook Antwerpen heeft een winnaar! Woe! Winnaar, jullie hebben gewonnen! Nice! Moment. Wauw, supergoed, van harte gefeliciteerd. Wat hebben jullie in ieder geval gewonnen? Jullie hebben in ieder geval vanuit Antwerpen gewonnen een zilveren GFLOS live ticket. Jullie hebben gewonnen en jullie hebben een coin gewonnen. En je mag zelf weten of je nou een Team Lage Landen coin wil hebben of dat je nou een persoonlijke GFLOS coin wil hebben. Dat mag allebei en je mag nu kiezen, maar je mag ook later kiezen. Dus een zilveren GeoFloss live ticket en een coin. Weten die dames nu al of ze een Team Lage Landen coin willen hebben of een GeoFloss coin? Of moeten ze nog nadenken, meneer Janssens? Dan moet je nog een GeoFloss coin. Ja, die Lage Landen coin. Lage Landen coin. Leuk. Team Lage Landen coin. Super. Nou, dan gaan we regelen. Ik ga contact met jullie zoeken en jullie krijgen de prijs. Goed gedaan, dames.
En dan, Rogier, zou ik er nog een prijs aan toevoegen? Ja, tuurlijk! Tuurlijk! Er zijn een aantal heel mooie buttons van Team Lagelanden 3 Months Ago Antwerpen gemaakt. Kijk! Dat is dit ontwerp. Ja! En die krijgen de dames ook eentje. Oh, leuk! Leuk! Superleuk! Ik doe het in, hè? Voilà. Superleuk! Nou, van harte gefeliciteerd, dames! En meneer Janssens, bedankt, hè! Hey, tot gauw! Bedankt, hè! Wij gaan elkaar heel snel weer zien ergens. Precies. Doei, doei! Zie me uit Lagelanden, Roger de Sparty. Ja, ja, zeker weten. Super! Top! Bedankt, meneer Janssens. Tot later, hè! Doei, doei! Hey, doei, 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 doei! Alright, alright. Nog een nummertje van... Nog een nummertje van de Buxy Travels en die Emma Boxes. I Can't Cash. Ook een superleuk nummer en voor jullie allemaal bekend. En luister vooral ook naar de tekst, hè, want het is wel echt wel een, echt wel een heel tof nummer. There we go. Let's go. En daarna gaan we naar de Haarlemmermeer. Want ik zie een handje in de Haarlemmermeer. En ik denk dat het antwoord er is. Hij is even een nummertje aan het afspreken hoor. Afspelen op Jurren. A perfect body with a perfect face. Poor excuse for a dog. Get out of my way.
Nice. Yes. Oké. Okay. Haarlemmermeer. Back to the Haarlemmermeer. Nou, Björn en Geosien. Ja, ja. En daar hebben we weer een heel bekend gezicht. Daar hebben we weer een heel bekend gezicht. Want we zijn er inmiddels achter gekomen. We hebben... Ja, Andries. Ja, Andries. Want we zijn er inmiddels achter gekomen. Althans, ik ben er inmiddels achter gekomen. Dat ik waarschijnlijk een foutje heb gemaakt in de puzzel. Dus, en jij bent dus de eerste die weliswaar met het foute antwoord, maar toch het goede antwoord kwam door mijn fout. Dus, nou ja, laten we nog één keer vragen. Wat is de oplossing waarvan jij dacht, dat is de oplossing? Jezus, ik kan niet eens meer uitspreken. Tremoa. Ja, Tremoa en die A. Dat moet je gewoon aanhouden. Het is gewoon, je vakantie gaat in Portugal. Ja, precies. Oh ja, oh, Tremoa, ja. Ja, je hebt het goede antwoord. Gefeliciteerd, Tremoa. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Ja, ik hoor jullie nu steeds. Ik hoor jullie nog steeds. Maar er moet natuurlijk, af en toe iets afgespeeld worden. Dus je hebt een prachtig winnaarsmuziekje gehad. Je hebt een prachtig winnaarsmuziekje gehad. En ik wil jou van harte feliciteren. Want je hebt natuurlijk sowieso dat zilveren Geofloss live ticket. Maar waar je ook voor mag kiezen is... wil je zo'n prachtige Team Lage Landen coin van 2022... Of wil je zo'n geweldige persoonlijke Geofloss coin? En dat is een keuze die je zelf maakt. Dus mag je nu maken. Je mag nu kiezen, maar je mag ook even wachten. Doe maar Geofloss coin. De Geofloss coin. Nou, nice. Want wij hebben even contact met elkaar nog, Andries. En dan krijg je van mij sowieso dat zilveren Geofloss live ticket. En je krijgt van mij de Geofloss coin. En dan wil ik je gewoon natuurlijk eventjes van harte feliciteren nog, hè? Ja, dankjewel. Want dat heb je wel echt heel goed gedaan. En je was gewoon de eerste met het goede antwoord. Ja, ja. Maar het scheelde niet veel, hoor. Want we stonden echt met z'n vier op een rij hier. Dus met allemaal diezelfde verkeerde antwoord. Oh, geweldig. Ja, geweldig. Nou, mooi. Goed zo. Nou, geniet ervan. En Björn en Geosien, geniet nog even van jullie event. Ja. Wij gaan nog een andere winnaar bekendmaken. Oh! We hadden hier nog een raadspelletje. Dus Leuk. Die heeft een prachtige knipsel gemaakt. En er moest geraden worden hoeveel rondjes daarin zaten. Dus daar gaan we nu de winnaar bekendmaken. Oh, leuk. En wie is de winnaar? Ik weet het niet. Dat weet je nog niet. Dat weet je nog niet. Ik heb meelijden tussen jullie. Geweldig. Geweldig. Nou, hey, bedankt Björn, Geosien, Andries, gefeliciteerd. Zien jullie de derde in ieder geval. Ja, sowieso de derde. Ja, sowieso de derde, hè. Ja, want ik moet een werknemer bij je afleveren, dus... Oh, mooi. Dat komt goed uit. Goed zo. Doei. Tot later, hè. Doei. Zo, superleuk jongens. Echt super tof. Wauw, en wat hebben we gewoon veel gedaan. Ja, klopt Katelijn, er zit een fout in de puzzel. Ik kwam er ook achter. Maar helaas, gelukkig is het opgelost nu, moet ik zeggen. En, vier prijzen. Er is van alles uitgegaan. Het is uiteindelijk nog best wel snel gegaan. Hè? Het is 11:30. Alle events zijn langsgekomen. We hadden events in Haarlemmermeer, we hadden events in Maren, we hadden in Enschede, we hadden in Antwerpen en we hadden in Markendal. En binnen anderhalf uur zijn alle puzzels opgelost. Hartstikke gaaf. En jullie waren er allemaal bij. Echt heel tof. Vergeet niet. En ik zet de link natuurlijk in de beschrijving hieronder. Vergeet geen will and tent te doen. Ik probeer hem hier eventjes weer in beeld te brengen. Kijken of het lukt.
Even kijken, ik probeer hem hier eventjes weer in beeld te brengen. Dan moet ik een groot hebben. Kijk eens, Roger Sparty. Vergeet niet je Will Attend te doen. Ik ga hem even een keer verversen. Want dit is wel echt heel gaaf, hè. 3 september 2022. Het grote Team Lage Landen event in Benschop. Zorg dat je erbij bent. En er zijn al, denk ik, aardig wat Will Attends. Kijk, al 13 mensen. En jongens, schrijf hier gewoon je Will Attend op, hè. Want ik hoop echt dat zoveel mensen hierbij willen zijn. Echt heel erg tof. Echt heel erg tof. En dan zit het er... Het zit er gewoon op. We gaan ermee stoppen. Want het is bijna 12 uur. En ik wens jullie nog een heel fijn weekend. En nog hele fijne Pinksterdagen, hè. Want... zondag en maandag is het nog Pinksterdag. Doe je mee aan de puzzels die ik aan jullie heb laten zien. Doe dat dan voor dinsdag. Dus voor het einde van de Pinksterdag stuur ze naar me op. En dan winnen jullie misschien ook wel een hele mooie prijs. Ik ga nog even genieten van de dag. Ik krijg bezoek vandaag. Morgen werken, overmorgen werken. En ik vond het heel leuk om dit te doen. Gefeliciteerd alle deelnemers met de prijzen. Hartelijk dank alle CO's die hebben meegedaan. Die een Team Lage Landen event hebben georganiseerd. En vergeet niet je Will Attend te doen voor Roger's Party op 3 september 2022 in Benschop. Want ik hoop natuurlijk dat een enorm groot bezocht event gaat worden. En ik hoop jullie daar allemaal te zien. En in de tussentijd komen we elkaar nog best wel vaker tegen. Bedankt voor het kijken. En een hele fijne middag. En een hele fijne Pinksterdagen. Bedankt voor het kijken. Tot ziens in de volgende livestream, vlog of misschien wel in het veld. Hè. Thanks guys. Leuk. We gaan genieten van dit geweldige weekend.